Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, allereerst voordat we ook maar iets gaan doen in deze Minecraft-wereld, wil ik jullie allereerst een ontzettend gezellig kerstfeest en misschien ook alvast een gelukkig nieuwjaar toewensen. Hopelijk zijn het twee hele gezellige dagen met veel mensen die je dierbaar zijn. En hopelijk zijn het ook nog een beetje dagen waarop je iets van cadeautjes gaat krijgen. Dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Mocht je mij nog een leuk cadeautje willen geven, smash dan eventjes een like op deze aflevering. Voor mij zou een heel geslaagd zijn als we 1000 likes op een Minecraft aflevering zouden kunnen krijgen. En weet je wat ook heel erg tof zou zijn? Als wij in deze wereld ook een beetje de kerstfeeling kunnen krijgen. En dus zat ik te denken, hoe kunnen we dat nou het beste doen? We kunnen natuurlijk gewoon één groot vreetfeest houden. Alleen dat gaat niet, want ja, de wortels zijn nog niet helemaal goed. Of de aardappels, of wat is het eigenlijk? De aardappels volgens mij dit, toch? Kijk, en daarom is een bordje dus handig. Vet vergeten. Nee, dat gaat hem dus niet worden. We gaan nog geen kerstdiner houden. Maar wat we wel kunnen gaan doen, is natuurlijk proberen om een kerstboom neer te zetten. Het zal niet een hele grote kerstboom zijn, want ja, ik heb niet heel veel materialen. En ooit eens een keertje, ik geloof in jaar 2013 of zo, 2014, toen had ik een heel groot plateau in mijn Minecraft-wereld. En dan kon ik elk seizoen kon ik daar iets anders op zetten. Daar heb ik geloof ik een keer een hele grote Sinterklaas op gehad. Ik heb er een hele grote kerstboom op neergezet, die we ooit een keer in de fik gestoken hebben. Dat was vet cool. Dat hebben we allemaal neergegooid. Maar ja, dat kan natuurlijk niet in deze wereld, want ja, zoveel materiaal heb ik nou ook weer niet. Dus wij moeten eens eventjes gaan kijken hoe wij een alternatief voor de kerstboom neer gaan zetten. En nou leek het me handig als we dat met een schaar en een beetje hout doen. Alleen, ik heb nog maar één iron en dat is niet heel erg veel. Dus dan moeten we snel, padverdorie, op eerste kerstdag moeten we nog de mijn in op zoek naar één blokje ijzer. Het is toch echt verschrikkelijk ook. Je moet toch gewoon twee blokjes hebben? Of niet? Twee blokjes ijzer en dan in een soort van V-vorm, toch? Zo schuin? Dat is toch een schaar? Of is het ook tegenwoordig alweer anders? Hoe gaan we dit nou weer oplossen? Kijk, dit is dus de... dit is dus de ellende die ik eigenlijk wilde voorkomen, hè? Hey, nou ja, oké, vooruit. Het zit meteen hier. Lekker bezig. Kijk, zie je? Op eerste kerstdag komt altijd alles helemaal goed. Dan loopt alles gesmeerd. Hopsakee. Zo, dan gaan we naar buiten. Want ik heb geen enkele zin om kerstavond diep in de mijn, in mijn Minecraft-wereld neer te brengen. Kerstavond? Dus heb ik geen kerstavond. Kerstochtend is het. Ik snap het ook ondertussen allemaal niet meer, hoor. Het is zo donker ondertussen daar beneden dat ik denk dat het kerstavond is. Vet erg, vet ernstig. Hoe? Oh, vriend. Ik hoor een kerstspin. Nou is kerst natuurlijk een feest van leven, maar die kerstspin die moet toch echt dood. Spijt me zeer. Als ik een kerstspin tegenkom, ik hak hem in mootjes. Waarom loop ik hier naartoe? Ik moet hier helemaal niet zijn. Jongen, 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 jongen. Lekker bezig weer, Vaco. Hoe komt dit nou weer hier? Op een of andere enderman te klooien. Iron ore. Dus, was dus helemaal niet nodig ook. Oké. Nou, dan moeten we toch naar binnen. We hebben kool nodig. Wat krijgen Amerikaanse kinderen trouwens als ze niet leuk zijn geweest in het jaar? Dan krijgen ze geen cadeautjes, krijgen ze een stukje kool in hun kerstsok. Dat is trouwens echt waar. Ik heb nog nooit een blokje kool in mijn kerstsok gehad. Vooral omdat ik nog nooit een kerstsok opgehangen heb. En natuurlijk omdat ik altijd vet braaf ben, dus... dat geldt alleen voor de stoute kiddo's. Laat eens eventjes weten, jongens, in de reacties. Zijn jullie nog een beetje leuk geweest dit jaar? Of is het echt verschrikkelijk? Kijk, schaar. Oké, hopskee. Nou, dan kan de rest lekker smelten. En dan ga ik eens eventjes kijken of dat we iets van een kerstboomspul kunnen vinden. Wat zou mooi zijn? Ik denk een beetje donker, hè? Donker zou mooi zijn. Het wordt trouwens ook wel echt donker hier in deze wereld. Daar zitten we niet op te wachten. Waar stonden die kerstbomen? De echte kerstboombomen, zeg maar die hoge dingen, die stonden voor mij aan de overkant. Laten we daar dan zo eventjes naartoe gaan. Gewoon eens eventjes om te kijken of dat wij daar een kerstboomspul kunnen vinden. En terwijl we dat doen, drink ik koffie. Want dat is ook awesome op kerst. Kerstkoffie. Lekker man. Dat is lekker om weer wakker te worden. Wij gaan naar de overkant op een kerstavontuur. Want wij moeten natuurlijk wel de juiste spullen hebben. We need some spulletjes. Hey, Betsy de koe. Moeten we trouwens ook ooit nog eens een keertje gaan doen. Hè? Natuurlijk die hele koeienverzameling. Wel een beetje jammer dat je niet kan zwemmen in ondiep water. Oké, dat is een minpuntje, maar een klein minpuntje. Het is kerst, ik zal niet zeuren. Dat wordt ook nog een hele challenge voor me. Een hele aflevering zonder zeuren, zaniken en... oh, ik heb trouwens geen eten bij me. Oh. Maar dan gaan we al. Nou alweer gefaald. Jongen, 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 jongen. Er moet hier ergens zo'n dennenbos zijn. Oh dennenboom, wat zijn jouw takken wonderschoon. Dus dat is een ware wonderschoon. Volgens mij heb ik ze doodgemaakt, die kerstbomen. Volgens mij heb ik ze vermoord. Hey, was daar een village? Zag ik nou een village daar over de ridge? Ben ik hier al eerder? Ja, daar ben ik al eerder geweest. Voor maar de derde keer dat ik daar... hey, die boom die is nog steeds niet helemaal gedespawned. Nice. Let's haal die.
Maar waarom heb ik trouwens geen eten meegenomen? Vet dom, jongen! Daar is een boom. Daar is een boom. Daar is een kerstboom. Is er ergens iets van een schaap dat ik dood kan meppen? Kijk, het is niet echt kerstgedachte, hè? Maar als ik niet meer kan rennen, dan wil ik natuurlijk wel even een schaap in elkaar meppen. Waar is een schaap? Oh, kippen. Nee, kippen niet. Nee. Dan gaat me ook weer een beetje te ver. Dan maar gewoon rustig lopen. Dan komen we ook vanzelf waar we wezen moeten. Komt vanzelf een keertje goed. Bam, 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 bam. Eigenlijk, hè, zou ik ook ervoor moeten zorgen dat er sneeuw ligt. Dat zou ook weer heel wat tof zijn. Misschien kunnen we een sneeuwgolem bouwen. Zou dat kunnen? Misschien is dat wel een idee. Even kijken hoe we dat gaan aanpakken. Want een sneeuwgolem, dan moet je zo'n oranje ding hebben, toch? En die heb ik niet. Is wel jammer. We zouden vet makkelijk een sneeuwgolem kunnen neerzetten. Of we tenminste zo'n ding zouden hebben. Wij moeten... deze wil ik graag hebben. Zo, gewoon niet al te veel. Dat maakt ook niet heel veel uit natuurlijk. Ik heb niet heel veel van het hout nodig, maar ik wil ook wel dat hij despawnt. En deze wil ik... Let's go kill alles. Kerstfeest is het feest van de dood. Soort van dan. Ze zeggen altijd wel dat kerstfeest het feest van leven is. Maar heb jij ooit wel eens een keertje in de supermarkt rondgelopen met kerstfeest? En dan moet je vooral even met vleesvak kijken. Moet jij eens even in de gaten houden of kerstfeest een feest van leven is? Nou, echt niet. Kerstfeest is een feest van dode kippen in het diepvriesvak. Zo, nou, de rest die spant vanzelf wel. Hopsakee. Zo. Daar moet ik toch op zich wel een leuk kerstboompje mee kunnen bouwen, hè? Met 84 van die meuk. Nou, moet lukken. Komt goed. Daar is trouwens Betsy de koe weer. Die kunnen we ooit eens een keertje deze kant op blokken. Misschien dat we via het bos lopen. Dat was zo'n ding tegengekomen. Zo'n oranje pompoenface ding. Zou wel leuk zijn. Want die moet ik trouwens ook hebben voor mijn farm. Dus die moet ik binnenkort natuurlijk wel gaan zoeken. Als ik ze niet heb, ja, dan kan ik ze niet krijgen ook. Dat is een beetje dubbel. Dat snappen jullie zelf ook wel. Is dat voor een gat hier in de grond? Ik dacht een of andere mythische tempel in mijn achtertuin. Poseidon himself woont in mijn achtertuin. Nou, het zou vet cool zijn. Als dat zo is, maar dat is natuurlijk weer niet. Misschien kunnen we ook wel iets met klei doen. Zou ook leuk zijn. Want ja, ik ben natuurlijk wel de Vaco, hè. En de Vaco speelt met klei. Dus ja, 1 en 1 is 2. Misschien kunnen we dat dan wel doen in deze wereld. In de vorige Minecraft-wereld had ik niet echt heel veel met klei, maar... Het zou wel leuk zijn als we een paar van die gebouwtjes neer kunnen zetten. Zeker in deze texture pack ziet klei er best wel heel erg tof uit. Dus dan moeten we ook eens eventjes in de gaten gaan houden. Of dat gaat lukken, ja of nee. Waar is trouwens mijn huis? Ga me niet vertellen dat ik mijn huis kwijt ben, hè. Dat ga je me toch niet vertellen. Ik moet gewoon een groot water zoeken. En daar moet ik overheen. Volgens mij is het daar. Tijd voor een vuurtoren. Dat werkte trouwens wel echt vet goed in mijn vorige Minecraft-wereld. En dan kom ik ook een hele hoge vuurtoren neergezet. En dat werkte echt vet goed. Omdat je namelijk vanaf een hele grote afstand, zeker in het donker, kan je al zien wat er is. Die Betsy komt me bekend voor, dus volgens mij is het daar. Ja, got it. Nice. Nee, een vuurtoren is echt vet handig. En ik zou hem bijvoorbeeld daar boven op die berg neer kunnen zetten. Dan kan ik echt van heel ver uit de omtrek, kan ik bij een huis zien liggen. Dat zou 10 bonuspunten opleveren. En een krul van de juf. Dat sowieso. Schiet eens een beetje op. Kerst is ondertussen al bijna voorbij. We hebben nog geen kerstboom staan. Maar ik ga deze aflevering niet afsluiten zonder kerstboom. Dan wordt het maar een iets langere aflevering. Ik vind het allemaal gezegend. Als jullie dan even een like doen, ben ik helemaal blij met jullie. Waar gaan we die neerzetten, die kerstboom? Wat is een mooie plek? Hier, doekje. Een gekke plek eigenlijk, hè? Het moet wel een beetje mooi zijn. Een beetje centraal moet die staan. Ik zeg ook niet dat die ooit nog terugkomt, maar... Laten we gewoon hier doen. Kan mij uitschelen. Hier komt de kerstboom. Plop. Hopsakee. En dan... Oh, dat is eigenlijk groter dan ik dacht. En dan wordt deze... Ik even wat hebben om op te staan, hoor. Ik ben maar een klein mannetje. Ik kan daar helemaal niet bovenop, hè. Ik moet natuurlijk wel hoog in de bomen zijn. Wat hebben we nog meer? Hop, steen. Zo, let's go. Steen om naar boven te klimmen. Ah, dat is een mooie plek voor een kerstboom, toch? Jawel. Zo, en dan doen we deze erbovenop. Kijk, het is een beetje een gekke kerstboom natuurlijk, maar het gaat om het idee, hè. Oh. Hop, 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 hop. Zoiets. Ja, is een mooie kerstboom. Alleen, nee, hij moet ietsje breder aan de onderkant, zo. Zo is die mooier. Kijk, het is niet natuurlijk de beste kerstboom ever. Maar het gaat om het idee. En kunnen we er ook lampjes in doen? Wel fakkeltjes natuurlijk, hè. Ik heb voor de rest niet zo heel veel. Dus we moeten het een beetje doen met de dingen die we hebben. Oh, kunnen we geen fakkeltjes neerzetten? Oh, wat Duits? Wat een Duitse kerstboom is dit, hè. Nou, dan moeten we even een andere oplossing verzinnen.
Hoe gaan we dan de kerstboom versieren? Laten we eerst eten. Zo zie je, kerst blijft toch het feest van eten. We moeten gewoon eten. Eten. Baked potato. Want hier word ik echt helemaal gek van. Wel lekker trouwens met kerst. Gebakken aardappel. Met saus. Vet goed. Wat gaan we dan doen? Een vis erin. Nee, dat is een beetje gek. Kunnen we misschien met kleurtjes iets doen? Ik zag namelijk wel aan de overkant. Daar liepen een paar schapen. Heb ik nog een schaar? Ik heb nog een schaar. We kunnen nog eventjes terug naar de schapen. Dan knippen we even een paar schapen kapot. En dan pakken we daar rode bloemetjes en gele bloemetjes. En dan maken we daar gewoon een mooie kerstballen van. Een soort van kerstballen, want natuurlijk passen er niet heel veel in. Maar het gaat om het idee. Het gaat om de gedachte achter de kerstboom. Niet om de kerstboom zelf. Of dat het nou een goede, een grote, een lelijke, een echte of een neppe is. Maakt allemaal niet uit. Het gaat om de gedachte erachter. Misschien ook wel eens leuk om even gewoon een beetje te inventariseren. Wat voor kerstboom hebben jullie staan? Hebben jullie een echte of hebben jullie een neppe? Wat voor kerstboom hebben jullie? En waarom vliegen de blokjes hier? Wat de hel. Er zitten natuurlijk kerstcreepers. Vet irritant. Deze hebben we sowieso nodig. Up. Nieuwe recipes. En dan meen ik toch ergens hier een schaap gezien te hebben lopen. Jullie zijn geen schapen. Dus dat gaan we niet worden. Jullie kunnen doen alsof je schapen bent, maar dat ben je niet. Dus gedraag je niet anders dan je bent. Oké, ken je plek in de wereld. Waar zijn die mofo schapen naartoe? Schapies! Er waren hier schapen. Gaan ze mijn kerstfeest verstieren, die beesten? Ja, zeg! Ik had vet leuke plannen. Nou, let's zoek verder. We geven niet op, hè. Geef nooit op, er moeten hier schapen zijn. Ik heb hier schapen gezien, dus die zijn hier in de buurt. Oké, moet gewoon goed komen. Interessant, voor later. Eerst schapen. Eerst schapen, de rest komt later. Oh, een ei. Die nemen we ook even mee. Plop. Want we moeten natuurlijk binnenkort ook een kippenfarm hebben. Wel een biologische, hè. Gezonde kippen moeten we hebben. Schapies! Ja, jullie zijn schapies. Een beetje de verkeerde kleur, maar dat maakt niet uit. Hapsakee. Ik discrimineer niet. Ik wil gewoon schapenwol. Dat is alles wat ik nodig heb. Al wil ik het liefst witte wol, want die kan ik volgens mij nog een kleurtje geven. En die andere niet, toch? Of kan je ook bruine wol een kleurtje geven? Nee, dat kan dan weer niet. Nou, ik heb nog nooit bruine kerstballen gezien, dus dat doen we maar niet. Laten we voor mij op de daar nog eentje. Schapie! Oh, dat is een boom. Oké, is ook goed. Hoeveel hebben we er nu? We hebben deze. Hop, één red. Nog een red dan maar, hè. Eigenlijk wil ik dan de geel hebben, maar ik heb nog geen geel bloemetje gezien. Waar zijn die gele bloemetjes gebleven dan? Oh, daar. Misschien hebben we ook nog een schaapje tegenkomen hier in deze uithoek. Zou op zich ook wel heel leuk zijn. Want een kerstboom met twee rode kerstballen en één gele is ook wel een beetje karig, hè. Oh. En dan weet ik natuurlijk dat ik net een heel verhaal heb gehouden over de gedachte achter de kerstboom. Maar mag er wel een beetje leuk uitzien. Het is niet zo dat je denkt van, nou, ik heb een kerstboom neergeplemd en het zal allemaal wel goed wezen. Ik ben er naar Gamma geweest, ik heb een boompje neergekocht en ik heb hem voor de rest niet versierd. Als je dan een kerstboom hebt, wow! Check deze meuk! Dat is vet cool. Dat wist ik helemaal niet. Er lopen er trouwens ook wolven. Ah, dat hebben natuurlijk al die schapen. Wow. Ah! Vet schattig! Ik moet hier veel vaker komen, deze uithoek. Waarom kom ik hier nooit? Kijk hoe vet cool het hier is. Dit is echt tof. Ik ga hier binnenkort eens een keertje op onderzoek uit. En dit is echt veel leuker dan aan de andere kant. Het is hier veel mooier. Misschien dat ik daar wil moeten gaan wonen. Laten we alles oppakken en het daar neergooien. Dat is echt een goed idee. En als we het niet kunnen vinden, dan gaan we toch maar echt eventjes met één bal aan de slag. Het is natuurlijk een kleine kerstboom. Hè? Dus misschien dat het zelfs al te veel is, dit wat ik nu bij me heb. Want als ik twee van die gigantisch grote blokken bovenop plak, ja, dan ziet het er natuurlijk niet uit ook. Oh. Laten we vooral niet doodgaan op eerste kerstdag. Dat zou wel heel erg skeer zijn. Mag ik er gewoon uit? AUB? Dank u. Sheesh, mijn toetsen in mijn petten. Nou, kom op, dikke top. En de kerstboom versieren, want het wordt al donker. Het is net potverdurie op bijna tweede kerstdag. Stille nacht. Dan doen we ook eventjes een paar van die lampjes eromheen. Dan doen we die niet erbovenop. Of misschien kunnen we bovenop een lampje doen. Dat kan. Een piek. Ik heb natuurlijk geen glowstone. Dat is een beetje jammer. Maar het is wel echt hier nu de kerstsfeer. Kijk, de mooie kerstboom. En dan willen we ook... Nou, dat we het dan toch maar zo doen. Hop. Dandelion yellow. Met witte wol. Hopsakee. En anders doen we ook gewoon een bruine kerstbal erin, hoor.
We discrimineren niet tegen bruine kerstballen, dus dat moet gewoon kunnen. Hapsakee. Een grijze kerstbal moet ook lukken. Zo, hier, we zijn bijna de vlag van België. Hapsakee, daar een gele. Daar een rode. Daar een rode. En natuurlijk een kerstlampje bovenaan. Om de kerstboom helemaal af te maken. Oh, dat kan natuurlijk. Maar dat is geen... Dat is niet hoe het kan. Dat ziet er niet uit. Weg met die meuk. Hop. Oh. Nou, ik dacht eigenlijk dat we het er bovenop konden zetten natuurlijk. Want we hadden geen... Eigenlijk gedacht dat die stam helemaal tot het boven zou lopen. Maar dat is natuurlijk niet. Nou, dan moeten we het hiermee doen hoor. Dit is de kerstboom voor dit jaar. Ik hoop dat je hem mooi vindt. Mocht je hem tof vinden, in ieder geval de gedachte erachter. Smash dan eventjes een like op deze video als je het nog niet gedaan hebt. Laten we hem gewoon lekker de rest van de week staan. En dan moeten we voor morgen eens eventjes gaan kijken wat we dan gaan doen. Misschien dat we wel eventjes richting dat water gaan. Dat lijkt me ook wel leuk. Gewoon eens even een beetje om te kijken wat het nou eigenlijk is. Want het is nieuw voor mij. Dus laten we dat eens eventjes gaan onderzoeken. Voor nu. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Hele fijne eerste kerstdag. En hopelijk tot morgen bij de volgende. Mazzel!